Zitten we goed zo? Je moet wel die kant op kijken. Ben je er klaar voor? Nee. We gaan gelijk voor het echie. Was het geluid goed? Helemaal gezellig. Maar een beetje goed. Je hebt net heerlijk gegeten met je date en het is tijd voor de rekening. Wie's taak is dat eigenlijk? Betaalt de jongen of betaalt het meisje? De vraag die ik deze week aan mijn vrienden stel is, wie betaalt het tijdens de eerste date? Ik ben benieuwd. De man. Tuurlijk de man. Het is toch vrouwenvriendelijk om de vrouw te laten betalen. Ik denk dat een jongen het netjes is als een jongen betaalt. Nou, ik zelf vind eigenlijk altijd de man. Een jongen moet betalen omdat het gewoon, ja, het hoort gewoon. De jongen. Altijd. Misschien ook nog de tweede date en ook nog de derde date. De jongen. Tenzij je weet dat het geen relatie wordt en dat je als vrienden door het leven gaat. De man betaalt bij de eerste date. Ja? Ja. De vrouw moet het aanbieden, maar uiteindelijk moet de man wel betalen. Bij de eerste vind ik wel dat de jongen moet betalen. Op een gegeven moment, als je dan wat langer samen bent, dan denk ik dat je een keer een meisje laat betalen. Ik zou misschien een keer zeggen van, nu betaal ik. Ook als het een kutdate is. Ook als het een kutdate is. Bij de eerste vind ik wel, ook al zou ik misschien zeggen van, nee, dat hoeft niet, vind ik wel dat de jongen alsnog moet betalen. Als vrienden kan je het gewoon splitten. Als jij denkt van, ja, oké, dit is wel mijn toekomstige vriendin. Het is wel zo charmant, maar ik vind het tegenwoordig, kijk er niet meer tegenop als je moet gaan splitten. Maar ik stel het wel voor. Ik zeg wel van, oké, zal ik mee betalen? Dan vind ik zeker dat de man moet betalen, ja. Een vrouw moet het aanbieden. En als het niet doet, dan weet je eigenlijk ook wel weer genoeg. Sowieso bij de eerste date wel. Bij de tweede date ook nog wel. Het moet wel kunnen, maar het is alsnog awkward. Het is gewoon gek als een meisje gaat betalen. Dat kan gewoon niet, of zo. Als het gewoon vrienden zijn, mag het gedeeld worden, vind ik. De vrouw mag nooit betalen. Als het echt een date is van, we gaan kijken waar dit heen gaat, dan betaalt de jongen. Als het aanbiedt, zeg je gewoon, joh, ik betaal. Zeker, precies dat. Ik zou het wel awkward vinden. Ja, hè? Het zou misschien ook wel een afknapper zijn. Maar als er meer in zit, dan dan gewoon de man. Tegenwoordig staat de vrouw gelijk aan de man. Maar ik denk wel dat de jongen moet het wel doen. Zij moet iets op tafel leggen, een pasje laten zien, misschien zoiets. Maar dan zeg je gewoon, al weg, ik betaal zelf. Ik vind het allemaal goed. Dus het moet wel kunnen. Ja. Dat je het deelt. Ja. Dit waren de antwoorden van mijn vrienden. En nu ben ik wel benieuwd wat jullie op deze vraag zouden antwoorden. Laat het even weten in de comments. En dan zie ik jullie volgende week weer bij een nieuwe vraag. Later!